In onze lens is er een opening die een bepaalde hoeveelheid licht kan doorlaten of tegenhouden. Die opening noemen we het diafragma. Hoe meer we het diafragma openen, hoe meer licht we binnenlaten in onze camera. En omgekeerd, hoe meer we het sluiten, hoe minder licht er binnen kan. Daarnaast krijgen we ook een ander foto-effect als we ons diafragma aanpassen. Hoe groter de opening, hoe waziger alles wordt. En hoe kleiner de opening, hoe scherper alles wordt. Laten we dit even uitproberen met onze camera. We draaien ons diafragma helemaal open, met andere woorden, om een zo groot mogelijke opening te krijgen. En als onze theorie klopt, dan zou de achtergrond heel wazig moeten worden. En inderdaad, de panda is scherp, maar de gebouwen op de achtergrond kunnen we niet meer goed zien. Laten we dan eens het omgekeerde doen. We draaien ons diafragma helemaal toe om de achtergrond terug scherper te krijgen. Ook hier zien we dat onze theorie klopt. De hele scène ziet er een stuk scherper uit. Voor we het diafragma leren instellen, moeten we eerst diafragmawaardes kunnen aflezen. De grootte van het diafragma wordt uitgedrukt met een F-getal. En het verwarrende aan dat getal is dat we omgekeerd moeten nadenken. Hoe groter dit F-getal, hoe kleiner onze diafragmaopening en dus hoe minder licht. En omgekeerd, hoe kleiner dit getal, hoe groter onze diafragmaopening wordt en dus hoe meer licht er binnenkomt in onze camera. Laten we snel nog eens alles herhalen aan de hand van afgebeeld schema. Helemaal links hebben we een grote opening in onze lens en een klein F-getal. Bijvoorbeeld F1.4. Bij gevolg laten we veel licht door en wordt alles waziger op onze foto. We spreken hier van een groot diafragma met een klein F-getal. Hoe meer we naar rechts verschuiven in het schema, hoe meer onze opening gesloten wordt en hoe groter ons F-getal wordt. Bij gevolg laten we minder licht door en wordt alles scherper op onze foto. We spreken hier van een klein diafragma met een groot F-getal. Onze lens bijvoorbeeld heeft een maximum diafragma van F3.5 als die volledig is uitgezoomd. Hele dure lenzen kunnen bijvoorbeeld tot F1.2 gaan en kunnen alsnog mooie foto's maken in donkere lichtomstandigheden. Waarom is het diafragma nu zo belangrijk? Wel, stel dat we een groepsfoto willen nemen, dan zou het minder mooi zijn om voor een groot diafragma te kiezen. Want dan is het mogelijk dat mensen op de achterste rij er niet scherp zullen opstaan. En andersom, stel dat we een bloem willen fotograferen, dan is het minder mooi om een klein diafragma te kiezen. Want dan gaat er namelijk veel aandacht verloren naar de scherpe achtergrond. Wat hebben we geleerd? In onze lens is er een opening die we het diafragma noemen. Afhankelijk van hoe we ons diafragma instellen, wordt alles scherper of wordt alles waziger. En het diafragma wordt uitgedrukt via een F-getal.